landgenoten om eventueel de boel lam te leggen. Maar doen vrouwen dat wel? Gunnen die elkaar wel wat? Jawel, de Nederlandse vrouwen in Salzburg op het WK. Schitterend teamwork. Afgemaakt daar op de weg door Marianne Vos. Salvetta, nu in tweede positie. Van den Brand doet er ook goed aan net voor die trappen wat afstand te nemen, want haar beentjes zijn te kort op de trappen zelf. Het wordt denkwerk. Tactiek speelt mee, maar vooral denkwerk. Vooruitdenken. Waar ga ik toeslaan? En ik stel vast dat Kupfernagel plaats de prijs geeft. Ja, krijgt het nu echt wel moeilijk. Alweer een klein schuivertje. En Le Boucher is ook yo-yo aan het spelen. In hoge rijden, zoals Paul al vertelde, stapten ze er zeer vroeg uit vanwege ademhalingsproblemen, vanwege die opkomende kou. Ze is kwetsbaar, dacht die van den Brand. Een half jaar oud. Met een slechte rug. Ja. In de zomer ook altijd last van hooikoorts. Nou ja, in de late lente. Klein schuivertje, Kupfernagel. Kan dus eigenlijk nooit perfect helemaal opbouwen. En vandaar dat ze pas eigenlijk naar voren geschoten is in de tweede helft van het seizoen. Maar dan wel met verve, hè. Tienvoudig Nederlands kampioene. Salvetta met gekromde rug. Uit Castres aan de Pyreneeën. Het gaat niet goed met Kupfernagel. Nee. Dit is van 4 naar 5. Ik denk dat ze zich bezeerd heeft bij die val. Het contrast is te groot. Come on, Daphne. Recht op de pedalen. Tot boven. Sleutelfase op het parcours. Wat doe je op die ramp? Nijs zei ons gisteren, misschien is het wel aangewezen om daar te lopen. Ik zag bij de belofte mannen sneller naar boven lopen dan anderen die probeerden op de fiets naar boven te kreffelen. Kupfernagel loopt. De vermoeidheid slaat nu toe. Daar komt Ferrier van Gos, of Vos beter. Geen sprake meer. Daar komt ze. Allee, Daphne, laat een keer zien dat je door het zand kunt. In principe moet zij het beste kunnen. En Renat. De koplopers in de zandbak met Van den Brand die keurig door dat zand klieft en dan toch uiteindelijk van die fiets moet. Ze zijn nog met z'n zessen eigenlijk, vijf moet ik zeggen natuurlijk. Van den Brand op kop met dan die Française Salvetta keurig in het wiel. Dan Le Boucher, dan kijken we naar die Amerikaanse, die krijgt het lastig. En Kupfernagel, ja, die verliest hier veel terrein in de zandbak. Ze heeft misschien ook een mentale klap gekregen. Op de zesde positie nog altijd een andere Française, Ferrier. Kupfernagel maakt inderdaad fout na fout. Een stuk of 4, 5. Een pakweg 1,5 kilometer. Ja. En hier Vos. Ze zal zichzelf, tenzij een wereldwonder, niet opvolgen. Renat. En de regerende wereldkampioene Marianne Vos volgt op dit moment al op ruim 25 seconden. En dan schiet ze ook nog uit haar klikpedaal bij het verlaten van de zandbak. Dat veel. Komt niet meer goed. Dat is veel, hè. 25 seconden gezien het verloop van deze wedstrijd. Een razendsnelle cross overigens is dat veel. En het parcours ligt er een stuk beter bij. Sneller bereidbaar dan gisteren. Dat is zo. Dus er is ook geen druppel water meer gevallen. Dat kan erop wijzen dat er straks ook meer tactiek aan de pas gaat komen. Dit wordt een spannende koers straks. Materiaalpost. Nog 1 ronde. En 300 meters of 400 meters nog te gaan. Het parcours krijgt met andere woorden meer en meer Zedam-allures. En Kupfernagel ligt eraf. Ze ligt eraf en kijkt heel vaak naar haar versnellingsapparatuur. Hoe het kan keren door 1 fatale fout. Ja, daar was niets te bespeuren. Dus ze had nog altijd haar 12, 13, 14 seconden veiliggesteld. En ineens, ja, een valpartij. Alles weg, verdwenen. Vaarwel. Heeft daar een verre Litouwse opgeraapt. En die luistert naar de naam Strachowicz. Renat. In de achtergrond is Lucels een plaatsje opgeschoven. Ze ligt op dit moment 10e in een bitsduel met de Nederlandse Van Rijvers. Van den Brand. De Françaises pakken over. Het is aan Van den Brand op haar beurt om te herstellen nu. Ja, wat hè. Het is wel spektakelrijk hoor. En geen snelheid om nog boven te geraken nu, Daphne van den Brand. De Verenigde Staten weer medaille rijp, hè. Denk aan Summerhill bij de juniors. Ja. Oeh, en een andere val in de achtergrond. Kupfernagel, alweer ten val. Steendood. Steendood zit ze. En de desillusie te groot. Zou het kunnen? Voor de eerste keer in 8 seizoenen niet op het podium, Kupfernagel.
Het is enorm glibberig. We gaan naar de beslissende fase. Het zal allemaal in de laatste ronde gebeuren. Daar gaat Salvetta. Het is voor stuntmannen. Of stuntvrouwen. En kan zij nog terugkomen? Het gaat nog altijd maar om seconden. Salvetta. Le Boucher. Campton. En als je die benen ziet, dan zou ik in die plaats van de Françaises met die Amerikaanse niet naar de sprint gaan. Nee, en het probleem voor Daphne is de Belga rammelen. Maar ze heeft natuurlijk wel karakter. Hè. Ze is taai en ze heeft vooral veel ervaring. Ze heeft meer ervaring dan haar medevrouwen hier voorin. Hoe was de uitslag van de wereldbekercross in Nomé? Om u maar wat te prikkelen. 1 Le Boucher, 2 Salvetta. 3 Kupfernagel. Dus ze komen niet uit het niets, hè? 8 seconden voor Van den Brand. Kupfernagel in verloren stelling. Met een andere Française, Ferrier, plakkend aan het wiel. En schotten ook. Salvetta en Le Boucher op kop het veld in. En Salvetta die op dit moment een gaatje bijeenvist op Le Boucher. Die Amerikaanse in derde positie komt. En dan in vierde positie, wat een verrassing, de Nederlandse Van den Brand. Ja, maar die gaat nog goed. Die gaat nog goed, die geeft het niet op. Het is natuurlijk spijtig hè, als het ten val gekomen is, net voor het ingaan van de laatste ronde. Zeker niet wanhopen. Dat hebben we gisteren met Yuri Adams ook een paar keer gedaan in de slotfase. Maar hoe maakte die het af, zeg? Kijk maar. Er zit er nog altijd een tweede gouden medaille in voor Oranje. Maar Salvetta wel ontketend. En Le Boucher, de koningin van de beheersing. Dan komt hem. En hier Van den Brand al. Ja, risico's pakken nu. Het moet. Alles of niets. Een beetje harkend de stijl van Marilyn Salvetta. Ziet ze dus rijden voor zich. Hè? Dus in die een heel grote bocht rond de vijver. Dus 32. Zet slechts een paar maanden van het jaar alles op de cross. Hier Kupfernagel. Maar dat was daarnet bij de vorige passage op 25 seconden. Hè. Ze zal een miraculeus herstel nodig hebben. Het zou mij niks verbazen mocht Le Boucher wereldkampioen worden. Dat kan natuurlijk. Hè. Ze zijn er mee bezig. Maar wat doe je met die bom uit de Verenigde Staten? Hier dus. Het is niet te geloven. Ze kan bijna niet sturen. En toch speelt ze het altijd maar klaar om terug te komen. Hoe komt ze hier doorheen? Goed, 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 goed. Ze is er bijna bij. Nog 3 kandidaten. 1 secondje nog verwijderd. Of zegt Van den Brand nee. Vergeet mij niet. Duurt wel een beetje vooraleer ze dat laatste bresje gedicht heeft. En die trappen die komen daar weer slecht uit. De treden zijn namelijk zo hoog. Hè? Haar achterstand is... Tak, 9 seconden. Er zit een spatje verlies op. Ja, het zal heel, heel moeilijk worden om nog terug te komen. Al 4 keer brons op een WK. De wereldkampioene van 2003. Maar de medailles rijden een klein beetje van ze weg. En dan volgt daar weer zo'n Jaap van een trap. Salvetta neemt al het werk voor haar rekening. En Katie Compton maakt propaganda voor de veldritsport in de Verenigde Staten. Volgend jaar wordt er een wereldbekercross georganiseerd in Providence, Rhode Island. Hier zijn ze neemt over. Voorbij Le Boucher. Ja, op de tweede plaats nu. En wetende dat ze toch wel heel goed bergop rijdt. Op het laatste lange stuk bergop. En zien we daar een klein beetje berusting in de blik van Van den Brand? Mag niet, Daphne, mag niet. Blijven doorzetten. Le Boucher inschattend. Ah, daar zit ze. Salvetta nu toch al een volle ronde het initiatief nemen. Hè? Zij trekt het sporen naad. Lucels is nog altijd 10e en Sanne Kant is als 17e aan die laatste ronde begonnen. Salvetta rijdt er een klein beetje van weg. Heeft meer techniek ook dan Kampton.
Fransen hebben hier al een medaille gisteren met Romain Villa. Dat was toen brons. Crossen is een verschrikking, dames en heren. Het is een verschrikking. Het is lastig. Je zit meteen in het rood na 100 meter en je komt er niet meer uit. Ze heeft een kleine 4 seconden. Ze heeft het klaargespeeld. Salvetta werd nog nooit wereldkampioen. Ze werd wel tweede in 2004 in Pontchâteau. Kijk hoe gezwind Le Boucher nu weer overneemt. En hoe krampachtig Salvetta hier naar boven trekt. Bij Le Boucher gaat dat wel een beetje vlotter gaan. Voilà. Dat is allemaal voorspelbaar. Niet te geloven, niet te geloven. Compton kan nog altijd. En Van den Brand. Dat wordt een zware dobber. De zandbak 13 seconden. Wordt de scherprechter. 13 seconden. Française is al bij alle vorige passages snel gekozen voor het lopen. Ik vind dat Le Boucher daar wat een beetje te lang probeert op de fiets te blijven. Ik denk dat Marlene Salvetta sneller vooruit ging al lopend. Het heeft iets te lang geduurd om er door te rijden. Met alle risico's van die. Maar kijk, ze laat het gat vallen. Dit is landenwerk, dit is ploegwerk. Ze controleert met andere woorden de koers uit en gaat die Amerikaanse een beetje ophouden. Ze heeft de keuze gemaakt. De Amerikaanse kwam aansluiten en ze hield de benen stil. De tweede van Nomé, de vierde van Hoogerijden, de bek ver open, maar de wereldtitel wenkt. Je moet het toch maar doen in deze situatie. Maar de benen stil houden. Het is wel straf, want het is eigenlijk de eerste verrassing. Het is de eerste verrassing. Adams, boom. Het was eigenlijk geen kunstje om die helemaal bovenaan op je pronostieklijstje te zetten. Oh, oh. Compton komt terug. Ai, ai. Hopelijk is ze niet. Ja, 3,5. Erdoor. 3,5 seconden, Katie Compton. Het is nog niet voorbij. Hè. Ze moeten nog een heel lus maken. En wetende dat er een heel moeilijke strook aan gaan komt. Daar waar Daphne van den Brand gevallen is. En het bergje waar Koevernagel gevallen is. Van den Brand op 16 seconden. Van den Brand die straks wellicht zal verklaren zonder die val. Ja, dan word ik wereldkampioen. En we zijn geneigd daar te geloven. Het had gekund. Zoals het er nu bij ligt. Meer en meer de allures van het parcours in Zolder. Lastig. Zeker gezien de hoge snelheid. Maar is het lastig genoeg om er nog ver van weg te rijden? Dan moet je al boom heten. Technisch goed, zeker beter dan die Compton. Nu op de plaats waar Daphne onderuit schoof. Daar is ze door. Hoe groot moet de voorsprong zijn bij het opdraaien van de laatste rechte lijn? Om gerust te zijn? Helemaal niet zo belangrijk. Dit is veel belangrijker. Had ze hier nog boven gereden, de Amerikaanse, ja, dan waren ze samen. Maar nu, het is voorbij. Maar wat ze wel uitstekend deed, de Amerikaanse, dat was zeer snel opstappen. Ze gaat winnen. En ze neemt risico's. Compton neemt risico's. Blijft druk zetten. En hier nu op de trap. Daar gaat niks meer veranderen aan het podium. Tussen sprintje van een tienkampster. En dan Le Boucher voor brons. Salvetta zet nog goed aan. Lijkt me iets beter aan te zetten dan Compton. Maar zeker nog niks verkopen. Het is wel spannend. Compton kijkt om. Kan veel betekenend zijn. Nog 20 meter en ze gaan de laatste bocht in richting finish. Ze plakt er bijna aan. Ze plakt er bijna aan. Denk aan de eindjump. Die formidabele eindjump van Yuri Adams. Het kan nog hoor. Het kan nog, maar Salvetta heeft voor een heel groot mes gekozen. Komt een voor een heel klein verzetje. En dan denk ik dat Salvetta hier toch nog de meubelen gaat redden. En voor Frankrijk goud gaat pakken. Ze gaat inderdaad in de herfst van haar carrière wereldkampioen worden. Een dokteres uit de Pyreneeën. Salvetta wereldkampioene. Compton is tweede op een seconde of twee. En dan dolgelukkig Laurence Le Boucher. Jawel. Twee Françaises op het podium. Ze ligt aan de basis. Als ze het gatje niet laat vallen na de zandbak, zouden de rollen omgekeerd kunnen geweest zijn. Dit is groot klassewerk. Conclusie. Koopvernagel, Van den Brand, Vos, de topfavorietes. Ze liggen er eigenlijk allemaal met een gabber af. Hier komt Daphne van den Brand op de ongelukkigste plaats, de vierde. Dat is heel spijtig wat daar gebeurd is. Net voor het ingaan van de laatste ronde. Ja, aan de leiding fietsen. Koopvernagel vijfde. Ja. Ferrier zesde.
ja, kan begrijpen dat ze straks al...